From the hip, gewoon uit de losbol zeggen. Ja, jongens, ik sta hier met een half make-up hoofd. Ik was daar net mee bezig. De rest van je hoofd is vandaar. En, maar we wilden even snel een video opnemen, want dit is een heel speciaal moment. En allereerst, ik weet, er is geen gister. Er is geen gister. Er is vister. Er is vister? Oh ja. Ik weet, er is gisteren geen video online gekomen en het komt omdat het gewoon eventjes fucking crazy is deze week. Deze week slaat nergens op. Ja, veel feestjes, allemaal toffe dingen, heel veel afspraken, meetings, werkdingen. Ik ben als een idioot aan het editen en... maar goed, het is even niet gelukt gisteren een video online te zetten. Oh, oh. Het is niet gelukt om een video online te zetten die zo goed was als dat wij willen hebben. Dat was het. Goed detail, dankjewel. Bewuste keuze gemaakt dat hij nog niet goed genoeg was, dat er meer tijd in moet om te zorgen dat hij gewoon beter is, belangrijker dan sneller. Ja, en ik denk dat jullie dat ook vinden. Liever een goede video dan een halfgare video, precies op de dag waar je hem verwacht. Maar nu dit, want gisteren was dus de Social Media Awards en heb ik niet de prijs gewonnen voor beste YouTuber. Dat is natuurlijk ergens wel jammer. Ik had stiekem een klein beetje een speech voorbereid en 3 grapjes. Voor het geval dat ze opeens mij zouden kiezen. Maar helaas, grapjes bewaar ik wel voor volgend jaar. Maar waar gaat deze video over? Tada! Openmaken! Openmaken, messen. This is going to get messy! Waar is hij dan? Dat is toch een voetballer? Ja, maar dit is ook. Ik ga hem vasthouden. YouTuber steekt man neer. Wat staat er? You've done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel! Wow! Ik ben echt onder de indruk. Kijk hoe vet die is. Tada! Tada, tada, tada! Oké, gisteren heb ik misschien niet gewonnen, maar dit is natuurlijk de echte prijs. Want, wauw. Ik vind het zo te gek, dit. Ik kan nog steeds niet geloven dat er gewoon zoveel mensen op het abonneerknopje hebben gedrukt. En ik bedankt voor jullie kritische vragen, voor jullie persoonlijke verhalen, voor jullie grappen. Jullie zijn ook af en toe echt zo ontzettend grappig. En... ja, echt. Dit is te gek. Dit is te gek. Volgende week weer een echte video. Ja. Thanks, guys. Dankjewel. Bye-bye. Vanaf morgen ga ik 10 dagen helemaal eten als een oermens. Ik mag gratis pizza eten. Favoriete prijs van dingen. Dat is echt niet makkelijk, jongens. Nee, dat weet je wel. Dat is echt niet makkelijk.